Peter Minderhout. Gefeliciteerd met een ongelooflijk mooie Grand Prix. Ben jij niet hier heel stiekem bezig een wereldbeker te winnen? Ja, ik weet het niet. Ik wist natuurlijk wel van tevoren dat het erin zit. Met Tine en Patrick en ik denk Jessica als grootste concurrenten. Maar goed, het ligt wel heel dicht bij elkaar. Dus ik denk dat kon je vandaag aan de uitslag ook zien. En dat het wel echt een beetje vorm van de dag is. Maar ja, ik ben vandaag in ieder geval al goed begonnen. En ik hoop dat het zo vasthoudt tot zondag. Ja, ik weet dat, dit is mijn zesde finale en ik ben er nog nooit zo dichtbij geweest. Dus ik hoop dat ik hem niet uit handen hoef te geven. Ja, jij hebt dat helemaal niet gemerkt, maar de toppers zijn er niet. En toch genieten we hier van hele mooie sport en is het hartstikke spannend. Hoe kun je dat verklaren, dat iedereen hier toch zit te genieten, terwijl die grote er allemaal niet zijn? Nou ja, goed. Ik bedoel, met alle respect voor jou natuurlijk. Dat weet ik. Maar ik denk, wij hadden net over de persconferentie over als Charlotte hier wel was geweest met een Utopia en Edward was hier met Voice geweest, dan had je misschien wel 7 of 8 man kunnen hebben die zouden kunnen winnen. Ik bedoel, zolang Vallegro hier niet is, dan... Dan ligt alles heel dicht bij elkaar. En goed, nu zijn er een paar minder die dan heel dicht bij elkaar liggen. Maar het is gewoon echt een spannende wedstrijd. En ik denk dat het om te volgen is het ook leuk. Ik denk dat het nog nooit een finale is geweest dat je dacht van goed, die kan winnen of je wordt 4 of 5. Dat kan echt zo goed. En normaal was de winnaar natuurlijk altijd wel al bijna bekend. Ja. En dames en heren, ik moet even eerlijk zeggen, Hans-Peter en ik hebben wel eens een discussie gehad of Glocks Flirt nou zijn eerste of zijn tweede paard was. Dus ga ik hem nou een hele stiekem een vraag stellen. Als jij die wereldbeker wint, doe je dat met je eerste of met je tweede paard? Nou, ik wil ze eigenlijk ook niet constant met elkaar vergelijken. Ik bedoel, je gaat ook niet vragen wat voor kind je leuker vindt. En ik ben heel blij met alle twee die paarden. En Johnson die heb ik al vanaf zijn derde jaar en daar heb ik heel veel mee. En Flirt die heeft zich echt opgewerkt tot ook tot eerste paard. Dus als ik je vraag moet beantwoorden, dan heb ik echt twee eerste paarden op het moment. Maar waarvan we moeten vaststellen dat dat tweede eerste paard nog weer beter is geworden. Ja, ik heb hem nu 2 jaar en hij in het begin ging het in de training wel heel snel vooruit. Maar dan had ik toch nog snel in de wedstrijd of in de ring dat hij nog een beetje terugviel in zijn oude maniertjes en zijn oude dingen. En dat is er nu echt uit. En ik ken hem en hij kent mij en we weten wat we aan elkaar hebben. En ja, hij... Ik kan nu ook gewoon op hem vertrouwen dat het gewoon goed komt. Want hij wil geen fouten maken en hij wil alles doen. Dus kun je zondag knallen? Ik ga zondag ook knallen, ja. Cool, dankjewel. Oké, graag gedaan.